Vrijdag 29 september ben ik op de trein gestapt in het Harde en ben naar Arnhem gereisd en vanuit hier ben ik gaan fietsen naar Doornenburg en dat ligt 16 kilometer van Arnhem af en ten zuidoost van Arnhem en ik overnacht hier en ga vanavond naar de Pannerdense Kop en het kasteel Doornenburg en naar Fort Pannerden. Ik heb een film gemaakt en ik wens u veel kijkplezier. Dit is de Sint-Martinuskerk in Arnhem en gebouwd in 1874 tot 76. Het Airborne Monument in de Nederlandse stad Arnhem is een monument op het Airborneplein ter nagedachtenis aan de Slag om Arnhem in september 1944. De John Frostbrug, in de volksmond de Oude Brug, is een verkeersbrug in Arnhem centrum over de rivier de Nederrijn. De brug is vernoemd naar de Engelse luitenant-kolonel John Dutte Frost. In de Tweede Wereldoorlog speelde de brug een belangrijke hoofdrol vanwege de luchtlanding en veldslag van de geallieerde troepen in september 1944 als onderdeel van operatie Market Garden. De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is een Rooms-Katholieke parochiekerk in de Nederlandse stad Huizen. De kerk is de tweede kerk met deze naam op deze plek. Omstreeks 1313 is hier een kerk gebouwd die uiteindelijk een pseudobasiliek werd. Het Dominicanenklooster is een klooster gelegen aan de Stadsdam 1, tussen de Burchtgracht en de Kloosterlaan in Huizen, en is gebouwd in 1858. Een kolk in Huizen. Nu richting Angeren op de fiets. Het Oud-Nederlandse Angar betekent grasland, weide. De Sint-Bavo-kerk in Angeren gebouwd in 1951 en verving die van 1878 die tijdens oorlog is verwoest. Oorlogsmonument 1944. Informatiebord Angeren en Huizen. De eerste fabriek op de terreinen van Huizenswaard werd gebouwd door F.C. Kok in 1825. Een tweede fabriek werd gebouwd door F.C. Kolenbrander. Deze fabriek was verpacht aan Dirk de Wint. De steenfabriek van Angeren. In 1835 begon Theodorus Dirk de Wint met kapitaal van zijn vader Arnoldus de Wint voor zichzelf. Steenfabriek Huizenswaard is in 1837 opgericht door Dirk de Wint en is overgedragen aan de familie en later familie Sluiter en tegenwoordig heet het Caprice Holding. Oude betonnen paal met naar Doornenburg. Wederom een kolk aan de Rijndijk bij Doornenburg. Donkere luchten aan de Rijndijk bij Doornenburg. Monumentale boerderij gebouwd in 1818. Dit is de Linge in Doornenburg en hij begint hier ook in deze plaats. De Linge bij Doornenburg. Daar is het kasteel. Doornenburg. Wel verklaard als burgversterkte plaats, burcht van de persoon Doro, maar het eerste deel is eerder Doron-Doorn, Doornstruik. Versterkingen werden vroeger wel beplant met Doornstruiken. Het dorp Doornenburg is ontstaan rond de burcht. Op de plaats van het kasteel bevond zich in de 9e eeuw al een versterkt huis, bekend onder de naam Villa Doornenburg. Hieruit is in de 13e eeuw een bescheiden kasteel ontstaan. De huidige hoofdburcht werd in de 14e eeuw gebouwd en in de 15e eeuw voltooid. In de 15e eeuw werd de voorburcht gebouwd. De voorburcht bevat woonvertrekken, een kapel en een boerderij. Dit laatste is uniek voor een Nederlands kasteel. Kasteel Doornenburg bleef tot in de 19e eeuw bewoond. Daarna raakte het in verval. In 1936 werd de Stichting tot Behoud van den Doornenburg opgericht, die het kasteel vanaf 1937 liet restaureren. In 1941 was de restauratie voltooid. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel vrijwel geheel verwoest. Lange tijd werd gedacht dat het was opgeblazen door de Duitsers, maar het bleek in maart 1945 te zijn getroffen door een Brits bombardement. Van 1947 tot 1968 is het kasteel weer geheel opgebouwd. In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisieserie Floris opgenomen onder de naam Oldenstein. Voor de film Waar is het grote boek van Sinterklaas uit 2019 fungeerde het kasteel als filmlocatie.
Pannerdense Kop is het punt waar de Bovenrijn zich splitst in de Waal en het Pannerdens Kanaal. Dit splitsingspunt heeft zijn huidige vorm gekregen in 1798 en is ingericht zodat een derde van het Rijnwater via het Pannerdens Kanaal gaat en twee derde via de Waal. Deze verdeling is sindsdien ongewijzigd gebleven. Nabij de Pannerdense Kop bevindt zich Fort Pannerden. En zeker een aanrader om heen te gaan en het is prachtig. De mooie Waal met de zon erbij. Hier sta ik bij de Pannerdense Kop. Bij middelging aan de Rijn wordt de Rijn ook wel Bijlandse Kanaal genoemd. En de afstand van de Rijn in Nederland is 161 kilometer. Verderop wordt de Rijn Pannerdense Kanaal genoemd. Bij Pannerden. En bij Arnhem wordt hij de Nederrijn genoemd. En hij mondt uit in de Noordzee. En bij de Pannerdense Kop begint ook de Waal. Die is 83 kilometer lang. En die mondt uit bij de afgedamde Maas bij Woudrichem en bij de Merwede. En die gaat ook naar het westen. Hier zie je de twee rivieren naast elkaar en wat is het prachtig dit te zien. Fort Pannerden werd van 1869 tot 1872 gebouwd als sperfort om te voorkomen dat een aanvallend leger via de rivier de Waal kon optrekken richting de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdens Kanaal afgedamd zou kunnen worden, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk zonder water zou komen te zitten. In zijn bestaan had het fort vanaf het begin lange tijd een militaire functie. Vanaf 1940 volgde een periode van plundering, leegstand, verval en was het lange tijd niet toegankelijk. Begin 2000 werd het fort gekraakt en werd het weer gebruikt en voor belangstellenden toegankelijk gemaakt. Na een conflict over de toekomstige bestemming van het fort, ontruiming en herkraak in 2006, kwam het tot een oplossing. Het fortgebouw is inmiddels gerestaureerd. Het fort en de omgeving eromheen zijn in 2016 opengesteld. Er zijn tentoonstellingen en activiteiten. En dit is ook een aanrader om heen te gaan een keer. Hier vaart het binnenvaartschip in Septum voorbij. Aan de Rijn staan ook steenfabrieken, zoals deze, de Pannerden. Dit was deel 1 van de film van mijn weekend weg. Ik hoop dat u hem mooi vond. Ik heb genoten in ieder geval. Ik wens u een fijne dag. Wilt u misschien abonneren?